Welkom bij een nieuwe aflevering van Helmond Sport TV. In deze aflevering aandacht voor Charles Kaslauskas die uitgedaagd wordt door twee jeugdspelers van Helmond Sport, de Buurtleague en ik vertel iets meer over mezelf. Wij dagen jou uit. Waarmee dan? Om van de 16 zo dicht mogelijk bij de doellijn te schieten. Met je goede been? Maakt niet uit. 2 tegen 1, is dat wel eerlijk? Ja, tuurlijk. Kom het op dan, ik ben er klaar voor. Wij ook. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore. Nou jongens, ik was het dikste bij, denk ik. Ja, zeker. Ja? Ja. Bedankt voor het meedoen. Ja, dank. Volgende. Jullie komen uit Eindhoven. Ja. Hoe bevalt het in Helmond in de Helmond Sport Youth opleiding als voetballer? Nou, ik vind het wel een leuk team en een goede opleiding. Ja? Het is ook wel leuk om in het stadion te spelen. Mooi, hè? Ja. En zeker vandaag tegen Ajax. Ja. Wat verwachten jullie van de wedstrijd? Ja, makkelijke overwinning. Ja? Zeker. Voor ons toch? Ja. Gewoon je best doen, goed luisteren en het moet wel goed komen. Ja, zeker. In het Lavand Stadion, een van de activiteiten van Stichting Helmond Sport Samen. Hier zien we de Buurtleague, de Helmond Sport Buurtleague, wijkencompetitie. Een aantal wijken spelen tegen elkaar, natuurlijk voetbal. Maar ook fairplay bedrijven staat hoog in het vaandel. En als laatste, niet onbelangrijk, misschien wel het belangrijkste, een buurtbijdrage verrichten. Samen met onze partners Jip en Lef, gemeente Helmond. Een heel mooi initiatief. Roel, je hebt iets meegenomen van vroeger. Vertel eens. Klopt. Zoals je ziet, zijn mijn allereerste voetbalschoenen. En flink lopen, moeten lopen zoeken. Maar ik had ze nog bewaard. En hier is het eigenlijk mee begonnen. Eerste voetbalschoentjes die ik gekocht heb. En bij mijn clubje in de buurt bij Best Vooruit op 4-jarige leeftijd ben ik begonnen met voetballen. En ze zijn ook aardig afgetrapt, zie je wel. Dus ik heb ze veel gebruikt. Ja. En je hebt ook een fotoboek bij jezelf. Inderdaad. Vertel. Ik heb een keer van een kennis, toen ik jarig was, heb ik een fotoboek gekregen. Van mijn tijd als voetballer tot mijn 20ste, daar was ik 20 jaar geworden. En daaraan neemt hij het een beetje mee. Hier begon ik als voetballertje bij Best Vooruit. En een mooie tijd mee gehad met al mijn vrienden die ik nu nog heb eigenlijk in de elftallen gespeeld tot en met aan de D1. De E1 werd ik eigenlijk gescout door PSV. Daarom wonnen we bijna alles wat er te winnen viel. En toen kwam ik bij PSV. Ja, dat zat er dan ook in met de eerste training, zeg maar. En de KNVB-elftallen die je door hebt gelopen, staan erin. Eerste jaar PSV. Die jaren daardoor, zeg maar. Op een gegeven moment met de KNVB nog in Japan geweest. Op mijn 12e zijn we met de Brabantse selectie die kant op gegaan. Dat was wel een hele speciale trip. Nou, bij PSV verschillende kampioenschappen meegemaakt. En op een gegeven moment kwam daar ook weer een afscheid bij PSV. Naar Eindhoven gegaan. En daar gedebuteerd. En van Eindhoven ben ik naar Os gegaan. En daar stopt het boek.
En uiteindelijk 7 jaar bij OS gespeeld. En vanuit daar eerste jaar Helmond dit jaar. Dus dat is tot nu toe eigenlijk een beetje de loopbaan in het kort. Schitterende herinnering waar nog een nieuw boek voor gaat komen. Ja, nee, inderdaad, want dat missen nog een aantal jaartjes. Ik ben nu 27, dus de laatste 7 jaar ben ik eigenlijk pas echt gaan spelen in het betaald voetbal. En ook daar wel hele mooie dingen mee meegemaakt, ja. Rond het seizoen loopt ten einde. Hoe ziet voor jou de ideale vakantie eruit? Mijn vakantie, de ideale vakantie is wel lekker rustig aan. Een beetje een combinatie tussen een lekkere strandvakantie en daar wel wat leuke dingen doen. Afgelopen jaar ben ik bijvoorbeeld met mijn vriendin naar Griekenland gegaan, naar Rhodos. En dat was een beetje afwisseling. Eén dagje lekker strand, ander dag hadden we een autootje gehuurd, gingen we lekker rond langs de baaitjes af bijvoorbeeld. Maar wel lekker ontspannen. En zodat ik eigenlijk weer helemaal uitgerust ben naar het volgende seizoen toe. Want de vakantieperiode is niet zo heel erg lang. En de vakantie staat vaak wel in het teken van ontspannen. En hoe bereid jij je dan voor op een nieuw seizoen? Ja, ik kies het meestal zo uit dat ik een week à 2 weken voordat wij weer beginnen met de voorbereiding terug ben. En dan begin ik een beetje met mijn eigen schemaatje. Dus rustig aan opbouwen in de bossen bij ons in het dorp. Begin ik dan met lopen en daar bouw ik dan rustig op. Zodat ik voor mezelf zoiets heb van ik heb weer een goede basis voor de voorbereiding. En vanuit daar heb je meestal 6 weken de tijd tot het nieuwe seizoen. En dan moet je er normaal gezien altijd klaar voor zijn. Roel, je bent 27 jaar oud, je komt uit Best. Ben je al bezig met de tijd na jouw carrière? Ja, ben ik zeker. Heb ik eigenlijk altijd wel, ben ik eigenlijk altijd wel bezig mee geweest. Ik heb een hbo-opleiding afgerond toen ik 21 was. En daarna heb ik eigenlijk altijd wel iets erlangs gedaan. Bij 2 bedrijven gewerkt, sponsoren toen van mijn huidige club. Bij die club heb ik ook op de commerciële afdeling gewerkt. En vanuit daar heb ik eigenlijk een aantal contacten opgedaan. En toen ik hier naar Helmond kwam, had ik al het idee om een eigen bedrijfje te beginnen. En sinds februari ben ik ook gestart. Een sportmarketingbureau genaamd Goeie Bal. En ik probeer zeg maar de verbinding te leggen tussen de sportwereld en het bedrijfsleven. En daarin allerlei leuke combinaties te maken met bijvoorbeeld sponsoring of evenementen. En ja, dat loopt tot nu toe best aardig. Dus ja, ik ben wel best wel trots op dat het nou is wat het is. En ja, ik hoop dan vanuit nou hoop ik daar een mooie start mee te maken. Kun je een voorbeeld geven van wat je nu al gerealiseerd hebt? Nou, bij mijn huidige club, of bij mijn club bij mij uit de buurt, Best Vooruit, waar ik ook begonnen ben, ben ik bezig om een maatschappelijk zeg maar meer op de kaart te zetten. En zij proberen, de hoofdsponsor stopt ermee. En ze gaan het anders aan het indelen, bijvoorbeeld door maatschappelijke sponsoring. En ja, ik ben er eigenlijk bijgekomen om dat plaatje compleet te maken. En door middel van die maatschappelijke sponsoring de club weer een stukje verder te helpen. En ik ben voor de gemeente Uden bezig om daar, wat ze in Helmond kennen, met de buurtleague bij Helmond Sport. Ben ik in een andere vorm, ben ik daar voor de gemeente Uden aan het opzetten. Dus dat zijn de 2 projecten die lopen. En 2, 3 andere projectjes, daar ben ik mee bezig om te kijken of ik daar iets voor kan betekenen. En het zou leuk zijn als dat ook kan. Dus Ik verveel me niet zeg maar naast het voetballen. Dat vind ik erg leuk om te horen. Ja, ik vind het ook erg leuk om te doen. Roel, als sportmarketeer ben je vast ook een fervent sportvolger. Ja, ik kijk best veel sporten. Ja. Ik vind het ook leuk om te kijken, andere sporten. En in de zomer ook om andere sporten te doen. Dus ik volg best wel veel, ja. Zoals? Bijvoorbeeld Ronde van Vlaanderen heb ik bijna helemaal gekeken afgelopen keer. Maar ook schaatsen, tennissen. Ik vind best wel heel veel sporten vind ik leuk. We zien jullie graag terug aanstaande vrijdag in het Lavantstadion tegen onze samenwerkingspartner VVV Venlo.